Deze aflevering van het CROC wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Convert.com, Online Dialog en Sidespect. Vandaag spreek ik met Rob Harking, Senior Product Owner bij Tele2. En we gaan het over hebben hoe je gaat van los verspreide CRO-initiatieven naar meer focus op CRO bij je hele bedrijf door het meer te centraliseren. Mocht je de vorige aflevering gemist hebben, toen sprak ik met Ellen Sirovica, oprichter en stratege van Digitaal Bureau Elephant, over de samenwerking tussen agencies en opdrachtgevers. En die aflevering kun je terugluisteren op cro.café of in de podcast-app waarmee je nu aan het luisteren bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van het CRO-café. Rob, superleuk dat je bij het CRO-café binnen bent gekomen. Leuk dat je mij nodig hebt. Zoals altijd willen we eerst even graag weten wie er om tafel zit. En hoe je in vredesnaam bij CRO terecht bent gekomen. Niemand heeft de CRO-studie gedaan. Waar zit jouw achtergrond? Wat zijn jouw sterke punten? En hoe pas je die toe binnen CRO? Ja, nou, goede vraag. Ik heb inderdaad geen CRO. Drie vragen in één. Ja, om het makkelijk te maken, uiteraard. Nee, ik heb HO-economie gedaan en bedrijfscommunicatie aan de Universiteit hier in Nijmegen. Ik woon nog steeds trouwens in Nijmegen. Wat nu heel handig is met CRO natuurlijk, met het corona-verhaal, is dat het reizen eigenlijk heel erg minimaal is. Maar na mijn studie ben ik aan de slag gegaan als internetmarketeer, heet het volgens mij toen nog. Werkte ik nog met een webmaster. Nou, dan weet je welke tijd dat was, lang geleden. Heb ik een paar jaar gedaan. Toen ben ik overgestapt naar web analytics bureauzijde. 4 jaar gedaan. Daar ben ik ook een beetje in het AB-testen en experimentatie terechtgekomen. Toen ben ik bij Adidas terechtgekomen om bij Adidas e-commerce en Reebok het analytics team te starten. Waar ook experimentatie als helemaal nieuw vanuit de grond werd opgebouwd. En dat was wel heel leuk. En daar begon bij mij al mijn reis. Dat is alweer 10 jaar geleden. Tussendoor nog wat uitstapjes gedaan naar andere bedrijven, maar sinds 5 jaar ben ik helemaal overgestapt naar product development. Vooral omdat ik het heel leuk vind om met data bezig te zijn, maar niet zozeer alleen maar met data, maar vooral data te gebruiken voor verbetering, voor toepassing. Nou, met ontwikkelen van nieuwe producten, features en verbeteren komt dat natuurlijk helemaal tot z'n recht. Dus dat vind ik heel leuk en dat doe ik ook bij Tele2, waar ik nu zit, sinds september. Ik ben inmiddels freelance. Maar wel een tijdje daar weer aanwezig. Begon als product owner voor het Magento-platform. Daar ben je heel goed mee bekend. Ja. hij hangt daar, hè? voor de mensen die natuurlijk aan het luisteren zijn, niet aan het kijken zijn, er hangt hier een Magento-logo achter mij. Mooi te glimmen, inderdaad. Mooi te glimmen. Het commerce-platform van Tele2. En zo rolde ik ook de CRO-kant in, want de persoon die dat deed, die vertrok en ik was net een tijdje aan boord en ik had ervaring en het was heel handig dat ik niet alleen de CRO-roadmap en testideeën, maar ook alle development in één kon doen. Dus eigenlijk een beetje end-to-end team, maar dat was heel prettig. En daar heb ik heel veel testen gedaan en best veel succes mee gehad. Nou ja, en over die successen gesproken, en dat is ook een beetje de aanleiding voor ons gesprek natuurlijk. Ja. Jullie hebben een award gewonnen. Ja, dat klopt. Leuk, vorige maand is dat. De DDMA CRO Awards. Ja. Hebben jullie een award gewonnen? In welke categorie was die award? De publieksprijs was het. Iedereen die stemde, vond jullie de beste? Nou, wel de meerderheid. Ja. Ik dacht in de basis dat het een publieksprijs per categorie was. Maar het was een publieksprijs over alle deelnemers. Hm. En we hadden toch meer dan 20% van de stemmen. En dat was best wel goed. Het is best wel leuk om die eer in je werk te zien. Ja, want ze hebben de categorieën zijn conversie, personalisatie, mobiel en acquisitie. Daarin hebben ze alle drie, of voor al die vier categorieën hebben ze drie genomineerden. En de jury kiest dan een winnaar. En dan is er nog een publieksprijs. Klopt inderdaad, ja. We waren eigenlijk, we hadden ons ingeschreven en we waren genomineerd voor de conversie, mobiel kant. Vaak mobiel, het ging over conversie. En er was een test over filters op mobiel en hoe je daarmee om kan gaan. Interessant omdat we hadden hele interessante feiten eronder liggen voor met neuro-usability onderzoek. Misschien ken je dat wel. Dan gaat er zo'n kapje over je hoofd en dan wordt er gemeten wat voor een hersenpatronen, of eigenlijk positieve, negatieve of neutrale signaaltjes er komen op bepaalde stimuli. Nou, dat was, als cognitieve psycholoog ken je dat waarschijnlijk wel. Dat was heel leuk, omdat we echt op filter een aantal hele aparte patronen zagen. En zo ook gaan kijken naar de webanalytics data. En daar kwamen we ook uit dat het gedrag op mobiel en desktop heel anders was. En toen zijn we met de filters aan de slag gegaan. En daar hadden we op een gegeven moment een gigantische conversieklapper mee.
En dat is uiteindelijk de case geworden. Het was meer genuanceerd filter op merkbaar. Eigenlijk een soort quickfiltering. Telecom zijn de handsets heel belangrijk. De Apples, de Samsungs en dat soort apparaten. En dat is eigenlijk ook de bulk van het filteren gebeurt op handsets. En op een aantal attributen die er nog onder zitten. Maar dat is echt een grote minderheid eigenlijk. Je wil eigenlijk mensen zo snel mogelijk naar... We zijn geïnteresseerd in Apple. Dus je wil ze zo snel mogelijk naar die Apples hebben. Nou, dat hebben we veel makkelijker gemaakt door allerlei... quickfilters voor de handsetsmerken te introduceren. En dat was de case die we inleverden. Oké, en je zegt het verschil tussen gedrag op mobiel en desktop was heel anders. Wat was dan het grote verschil? Nou, je ziet dat mobiel is, het is met een kleine scherm veel moeilijker om meerdere filters. Het is gewoon meer werk. Je hebt kleine schermen, dus je kan eigenlijk veel minder makkelijk door meer filters heen. Dus je gaat snel kiezen. En je ziet dat het gedrag van het gebruiken van filters veel lager is. Maar ook het gebruik van meerdere filters is veel lager. Dus wat net hadden we de voorkeur voor op handsets filteren, op apparaten. Ja, dat was gewoon, ik geloof wel 80% van alle filterinteracties. Dus nou ja, hoe kun je daar nou gebruik van maken in je mobiele optimalisatie? Oké, okay. Maar hoe heb je dat dan gedaan? Want het doel is misschien nog steeds hetzelfde van die gebruiker. Zo snel mogelijk narrowing down op het product dat ze uiteindelijk willen gaan kiezen. Ja. Die wil een beperkte lijst overhouden, want ook op mobiel, ja, je hebt maar een beperkt screen estate. Ja, klopt. En real estate over natuurlijk. Dus eigenlijk wil je misschien nog wat meer filter op mobiel, want ik kan maar zoveel kwijt op mijn schermpje. Dus hoe pak je dat dan aan? Nou, in dit geval, we zijn nu wel veel aan het doortesten ermee. Want juist dit soort inzichten geven heel interessante materie om daarmee om te gaan. Om filters in te klappen, weg te halen, toe te voegen. We hebben met hele interessante filters geëxperimenteerd als price brackets. Nou, gek genoeg zie je dus elke keer weer terugkomen dat met kop en schouders boven alles staat... staan de merken, de telefoonmerken. Dus wat je vooral wil doen, is dat pad zo klein en zo makkelijk en zo snel mogelijk te houden. Dus niet dat mensen op een filterknopje moeten klikken, dan klikt er een whitebox uit met een lijst filters, dan moet de merkfilter uitklikken, dan moet je die aanklikken, dan moet je nog een keer weer sluiten, en dan ben je er. Nou, dan heb je 4 interacties gehad, en dan ben je eindelijk waar de 80% van je gebruikers eigenlijk wil doen. Dus wat hebben we gedaan? In plaats van een verticale filterbar hebben we een horizontale shortlist van brands ingebracht. En ook geordend op de meest gebruikte en converterende merken. En dat bracht het aantal interacties zo omlaag en mensen zo sneller naar het toestel wat ze interessant vonden, dat de conversie daar enorm mee steeg. Oké, cool. En kun je wat cijfertjes vertellen van de resultaten van het experiment? Ik bedoel, ja, het was een beetje verschillend per platform. Linken naar de resultaten, want jullie case staat gewoon op de DDMA-website. Dus dan in de show notes zullen we daar even naar linken. Klopt, inderdaad. Het was verschillend, was een beetje verschillend, maar het beste succes wat we hebben gehad was uit mijn hoofd was een 23% conversie uplift. En als je dat doorrekent, kwam je met een, zoals het mooi in het Engels heet, een six-figure number in conversiestijging, een revenue-stijging uit. Nou, dat is echt bijna ongehoord. Ik denk dat de achtergrond ook wel een beetje is dat we... en naar nieuwe websites zijn gemigreerd en heel veel optimalisaties vanuit het verleden daarin verloren zijn. En eigenlijk weer een soort van blank canvas hadden om nieuwe testideeën op te schieten. En heel veel ideeën die in het verleden succesvol zijn geweest, hebben we daar opnieuw getest. Dit was een hele nieuwe overigens. Maar dat in die fase die je hebt, wanneer je helemaal opnieuw begint met een nieuwe website eigenlijk, die geeft ook het moment om hele grote stappen te maken. En als je 2 jaar bezig bent, hier bent 200 testen, 300 testen verder, dan zijn je increments veel kleiner. Of in de meeste gevallen. In dit geval was het, de nieuwe website stond maar een paar maanden live. En dan gaat het hard. Maar jij wilde het vandaag ook hebben over het neerzetten van het optimaliseren van optimalisatie, zeg maar. En dat je ervoor zorgt dat al die verschillende distributed efforts in de organisatie, dat die samen gaan komen. Ja. Maar hoe kan het dan... waar is het zeg maar misgegaan? Of misschien is het niet misgegaan, maar hoe komt het dan dat... we gaan verhuizen naar een ander platform, maar zijn we alle optimalisaties weer kwijt? Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Het heeft de oorsprong een hele andere inspanning.
is puur efficiëntie. En dit is al een interessant dilemma. Want... Ja, en voor de duidelijkheid, ik wijs niet met een beschuldigend vingertje. Ik denk dat iedereen die luistert dit heel erg zal herkennen. Ja, dit zijn de bekende, we hebben een nieuwe website nodig, of we hebben een redesign nodig, of het moet mooier, ja. Maar het is niet per se beter. Nou ja, inderdaad. Ja, en graag volgende maand, dus we hebben geen tijd voor X, Y, Z. Nee, precies. Ik weet nog dat ik bij een hele bekende website werkte en of ze de hele checkoutstraat opnieuw vormgaven. Dat was een maandenlang werk en aan het einde was er nul conversiesverbetering. Maar we beginnen het ook niet meer terugdraaien, want het was al wel gebeurd. Ik zou bijna zeggen, dat is bijna de optimale situatie, 0% conversie veranderen. Maar ook geen verslachtering. Ja, precies. Dat gebeurt meestal. Ja, nou ook dat hebben we wel eens gehad. Overigens een ander onderwerp waar we misschien wel over kunnen hebben, is hoe je... inderdaad, ook hele nieuwe concepten introduceert zonder dat ze een vernietigend effect hebben. Vaak is de aanname, als we iets toevoegen, dan is het meteen een verbetering. Vooral van mensen die buiten de experimentele wereld, buiten de CRO-wereld zitten. Nou, als je dat dan testgewijs kan introduceren, nieuwe proposities, nieuwe producten, nieuwe features, blijkt soms tegenovergesteld. Ik denk alle mensen in deze wereld weten dat, maar niet noodzakelijk in de schil om ons heen. Maar dat is een ander thema, denk ik. Online Dialogue is een award-winning CRO-agency en geeft al 10 jaar advies over evidence-based conversieoptimalisatie met een focus op data en psychologie. We zien dat het analyseren van data en het herkennen van bezoekersgedrag zorgt voor een betere online dialoog met je klanten en dus voor meer rendement. Het team van strategen, analisten, psychologen en UX'ers zorgt voor waardevolle inzichten in het online gedrag van je bezoekers en ze optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma aan de hand van redesigns, expert reviews, AB-testen en gedragsanalyses. Wil je meer weten over hun diensten? Ga dan naar onlinedialoog.nl/diensten. Maar even teruggrijpend op dat overstappen naar een nieuw platform. Was het dus puur tijdgebrek? Of waar, nou ja, toen ik bij Tele2 kwam, toen draaide C2 en tot nu toe nog steeds Tele2 nog steeds op het Magento platform, maar voor nog een heel klein beetje. Tele2 is uiteindelijk onderdeel geworden van T-Mobile Nederland. En dan is het heel efficiënt om, zelfs voor de winkels, namelijk winkels die telefoons en mobiele abonnementen verkopen, ja, op eenzelfde platform met eenzelfde interactie in dezelfde straten te draaien. Veel efficiënter dan dat je niet alleen meerdere platforms, maar ook meerdere teams die erachter hangen en meerdere technologieën die daarin verweven zijn moeten onderhouden. Dus het is gewoon een hele simpele efficiëntieslag en het is ook heel begrijpelijk. Dus ja. Dat zat erachter. En overigens is dat niet helemaal vers. Hè, want wat je ziet is, je begint niet bij nul. Je gaat verder waar in dit geval een ander merk al op een bepaald niveau was. Maar een belangrijke learning die wij ook heel vaak zien, is dat dat werkt voor het ene merk binnen een grotere groep. In dit geval, T-Mobile Nederland zijn meerdere mobiele merken vertegenwoordigd. Dat werkt niet noodzakelijk voor een ander merk. En soms helemaal niet juist. Daar geeft we heel veel aanleiding tot het doen van nieuwe testen. En dat zien we hier ook. Een van de meest vruchtbare dingen overigens is testen te lenen van elkaar. Dat zou ik altijd aanraden als je binnen een groep van bedrijven zit, ook zelfs als de producten of straten niet op elkaar lijken, probeer concepten van elkaar te lenen. Want als het ergens leent, dan is het niet noodzakelijk dat het ergens anders ook werkt. Maar het is wel vaak waarschijnlijker. Dus dat geeft je een voorsprong op je testprioritisering. Ja, en je zei net, jullie hebben 4 merken. T-Mobile, Tele2, Ben en? Wij werken ook nog samen met T-Mobile Thuis. Dus fixed internet en tv. Ja. En laten we dan even over dat onderwerp gaan hebben. Van zeggen van, nou ja, we moeten optimaliserings-efforts gaan optimaliseren. Hoe zijn jullie dat aan het aanpakken? Hoe zie je dat voor je? Nou, het is interessant om vooral als merken binnen een bedrijf elkaar gaan vinden. Dan kom je erachter dat ze allemaal iets doen. En allemaal goede dingen doen. Allemaal succes hebben. Maar niet noodzakelijk dat op dezelfde manier doen. En ook daarin heel veel van elkaar kunnen leren. En heel veel efficiënter kunnen worden. Dus begin van dit jaar kwamen we erachter dat inderdaad de merken die je net zeiden eigenlijk niet alleen andere tools gebruikten, maar ook andere methodes gebruikten, andere manier van succes berekenen gebruikten, een aantal van dat soort zaken. En hebben we geprobeerd zoveel mogelijk gelijk te trekken. En niet per se omdat dat nou het doel op zich is, maar wel omdat je daar heel veel succes mee kan halen in het vergelijken van elkaars resultaten. En ook het uitlenen van elkaars ideeën. En ook het, als iemand op vakantie gaat, of laten we zeggen onder een bus komt, dat je elkaar kan helpen.
Dat is een hele interessante effort geweest die we erheen zijn gegaan. Nou, dit soort zaken die ik zei, dat zijn vaak meer op technisch vlak. Zorgen dat je gewoon fundamenteel dingen op dezelfde manier inricht. Maar waar we achter kwamen is dat, ja, ik had bij Tele2 had ik persoonlijk een vrij luxe positie, omdat ik zelf product owner was van het development team die alle testen bouwde. Maar ik merkte dat de andere merken soms veel meer moeite hadden met het organiseren van het testen laten ontwerpen, testen laten bouwen, testen laten analyseren. En dat was eigenlijk aan elk merk werd het anders gedaan. En dan zie je dat daar bijvoorbeeld meerdere bureaus bij komen kijken, meerdere interne en externe, dus ook externe partijen. En dat er eigenlijk heel veel ruimte voor verbetering in zit. En zeker als je kijkt, en dat is eigenlijk misschien wel de driver achter het hele plan, dus er zit gewoon aantoonbaar succes aan. En dat vind ik een van de mooiste dingen met CRO, is dat je heel veel dingen kan bewijzen. En die bewijslast, die geeft je heel vaak wind in de rug om te zeggen van, kijk, als we dat zo goed doen met een bepaalde mate van organisatie, denk dan wat we kunnen doen als we deze discipline echt goed organiseren. Dan kunnen we meer volume of meer kwaliteit brengen en dus meer waarde uit CRO. En dat is eigenlijk waar we nu staan, is dat wij ons nu aan het organiseren zijn om vooral, bij ons dan, ja, je hebt een soort maximum van het aantal testen wat je kan doen. Dat hoef ik aan, denk ik, jou en toehoorders niet uit te leggen. Een soort velocity, zonder dat je interactie-effecten krijgt. Nou, dan zit je aan je max. Maar wel, je kan wel heel veel werken aan je win rate, aan je kwaliteit van je testen. Dat is vaak waar de grootste kans ligt. Nou, daar zijn we nu heel hard mee bezig door heel veel processen proberen echt met de stroomlijnen, dat ze ingericht zijn op het zo efficiënt mogelijk testen maken, zodat we zoveel mogelijk bandbreedte overhouden om te richten op onderzoek, kwaliteit en uiteindelijk dus waarde voor het bedrijf. En hoe heb je dat dan aangepakt als je zegt van je gaat naar al die brands en oké, ja, we moeten eigenlijk allemaal dezelfde tools en methoden gaan gebruiken. Dan zegt ieder brand, oké, dat is prima, dan gebruiken we die van ons. Want dat is de beste. Want dat is de beste, dat hebben wij zo bedacht. En hoe heb je dat aangepakt? Nou, het is natuurlijk heel afhankelijk van het bedrijf waarin je zit en de organisatie zoals die er staat. Maar het is wel heel verschillend. Sommige dingen, bij Tele2 gebruikte ik Optimize. En bij T-Mobile gebruikte ze VWO. Nou, dat is een stapje over van tool. Daar kan je moeilijk over doen, maar laten we het gewoon doen. En zo zaten eigenlijk wel veel mensen die dicht bij, die in of dicht bij CRO zaten, toch wel erin. Een van de moeilijkste, de grootste uitdaging vond ik eigenlijk wel, is om ook, zeg maar, in het uieringenmodel, waar je indirect invloed op hebt, laten we zeggen stakeholders of mensen die een bepaald belang hebben of een bepaalde input of effect op CRO, om die mee te krijgen in een verandering waar ze ook zelf moeten veranderen. En dat is wel, dan moet je toch eventjes door een paar rondes heen om iedereen mee te krijgen in je gedachtegoed en waarom dat belangrijk is. En dan kom je op een gegeven moment al ergens. Alleen ja, ook net als met de AB-testen doen, je gaat zeker niet een nieuwe manier van samenwerken in één keer goed doen. Dus je moet het proberen en aldoende kom je erachter wat werkt en wat niet werkt. En dat is eigenlijk de fase waar we nu in zitten. Dus dat we eigenlijk een aantal dingen goed aan het doen zijn. We zijn lekker vertrokken, maar ja, we moeten nu komen we erachter dat een aantal dingen gewoon beter moeten. En dat is een hele gezonde manier van werken. Hoe pakken jullie optimalisatie nu groepsbreed aan? Hoe stellen jullie prioriteiten? Wat gaan jullie verbeteren? Is dat puur uit analyse en user research, dat jullie kijken wat daar naar boven komt en dat pakken jullie aan? Of wat is jullie strategie daarin? Ja, eigenlijk doen we het best wel slecht als je kijkt op wat je testgedreven zou moeten doen, want we eigenlijk veranderen best wel veel dingen tegelijkertijd. Dus waar het nou echt zo meteen ons succes toe komt, dat weten we. Nee, dat geintje. Nee, maar we zijn aan de ene kant zijn we de scope aan het veranderen, we zijn de manier van werken aan het veranderen en ook inderdaad bijvoorbeeld wat je zei, ook prioritiseren aan het veranderen en tools die we gebruiken. Er zijn best wel veel dingen tegelijkertijd, maar ik denk dat de belangrijkste verandering die we doen, is dat we AB-testen nu echt erkennen als een, dat is er wel gedaan, dat we het wel erkent als een waarde toevoegende discipline, maar ook dat we ons als zodanig organiseren. Dat we de juiste mensen en de rollen en de focus en dedication die erbij hoort ook echt inzetten. En bij ons betekent dat we CRO zien inrichten als autonoom georganiseerde agile teams.
Het zijn multidisciplinaire teams. Alles wat je nodig hebt rondom research, rondom UX, rondom development, rondom analyse, proberen we te pakken in twee aparte CRO-teams die bepaalde mate van overlap hebben. Twee backlogs er ook bij. En ook de manier van werken echt als een agile team gaan opzetten. Nou, als product owner heb ik wat ervaring mee. En ik geloof ook dat het zich heel erg daarvoor leent. Want eigenlijk is een CRO-team gewoon een soort mini-product team. Want je bent alleen maar bezig met waarde creëren voor een merk, als je het goed doet. En je hebt daar gewoon een aantal rollen voor nodig die een bepaalde manier samenwerken. Nou, dat is de slag die we nu doen. En de eerste feedback die we krijgen is ook best wel goed, omdat we... Dit is veel gestructureerder dan we het eerder deden. Het gaat een beetje uit het informele circuit. En als je uit een wat minder georganiseerde situatie van CRO komt, wat we in ieder geval zagen is dat veel dingen worden een beetje als gunstig gedaan. Informeel van, hey, we moeten deze test nog bouwen, heb je morgen tijd? Ik heb nog een UX-designtje nodig, wanneer kan ik even bij jou... Nou, dat werkt tot een bepaald niveau. En als je op een gegeven moment een bepaald volume aan testen wil draaien en bepaalde kwaliteit wil creëren, en ook wil zorgen dat er geen gaten in je testplanning komen, dat er niet in één keer, ja, weet je, het zijn gemiste kansen als je plek hebt waar je kan testen en waar je weet dat er verbeteringen zouden kunnen zitten, maar je hebt het niet voor jezelf geregeld. Dus waar we nu echt mee bezig zijn, waar ik heilig in geloof, is dat naast de craftsmanship die je nodig hebt in CRO, alle disciplines die we net zeiden, rondom research, maar ook analytics, stukje UI, UX design, de technische kant, alles wat je nodig hebt om functioneel te kunnen doen, kom je tot een bepaald niveau. Maar als je er overheen wil, dan moet je jezelf echt als team gaan organiseren, om te zorgen dat je ook echt die machine van verbetering wordt, die constante machine van verbetering. AB-testen draagt bij aan de zekerheid van je bedrijf. Onderzoek welke teksten en site-elementen het beste bij jouw merk passen. Laat je omzet groeien en doe dat met de beste tool qua features, prijs en ondersteuning. Convert.com heeft daarnaast ook sterke privacy compliance, full-stack features en dat allemaal zonder knippereffect. Enterprise-veiligheid voor een self-service prijs. Bespaar tot 80% op je jaarlijks contract en als je wil is er een migratieservice beschikbaar. Voor meer info zie www.convert.com. Hoe doe je dat dan? Ik bedoel, je hebt misschien geen designer of een developer in je team. Zeg je, die persoon moet je echt in het team opnemen? Of moet je zeggen, moet je tijd claimen bij zo'n persoon of bij het designteam bijvoorbeeld? Ja, het is wel interessant dat je dat zegt. Dit soort dingen zijn een beetje afhankelijk van hoe de organisatie is ingericht, denk ik. Wij richten dit in als aparte CRO-teams met de rollen, hè, bijvoorbeeld een designer of een developer, die x tijd van zijn week vastlegt op het doen van development of design of wat dan ook, voor CRO. Ik zou er eigenlijk nog liever voor pleiten dat als je een volwassen organisatie hebt met productteams die waarde najagen, dat dit eigenlijk gewoon een inherent onderdeel van hun werk is. Maar niet elke organisatie is zo ingericht. Dus als je het kan doen als onafhankelijk instituut, dan geeft je ook heel veel vleugels. Omdat je misschien niet bent gebonden aan bepaalde release trains of bepaalde doorlooptijden of afhankelijkheden die je niet hebt als je een klein team bent met alle rollen. En wat wel belangrijk is, is dat iedereen ook zijn tijd commit. Dus ja, een beetje in de sfeer van echt agile. Als je een sprint samenstelt, dan wil je ook dat iedereen erop commit. En dat betekent voor alle rollen die deelnemen een x aantal stories of taken, ligt een beetje hoe het inricht, die je ook streeft om af te krijgen in die periode. En zo creëer je een stukje gemeenschappelijk doel om te komen tot waar je wil zijn. En ook dat als iedereen zich daarop commit, dan is het ook de bedoeling dat je het gaat afproberen te maken. En dan is het niet meer vrijblijvend van, nou, misschien heb ik volgende week nog wel tijd om een testje voor je te bouwen. Nee, we gaan gewoon deze twee weken deze 5 testen bouwen, klaar. En die stok achter de deur, die levert gewoon veel meer constante output op. Ja, dat hangt natuurlijk een beetje wat je zegt, hangt van je organisatie. Je kan ook gewoon in matrixvorm werken dat iemand wel misschien wel en deel is van een design team of een development team en deel van het CRO team. Ja, dat hebben we ook wel een beetje, hoor, moet ik zeggen. Want voor geen van de mensen die bij ons hier aan werken, behalve de CRO-specialisten zelf, is het een fulltime baan. Maar kijk, we hadden het net over 4 merken. Als je 4 merken in één team wil stoppen,
Dan krijg je enorm veel ruis van mensen die bijvoorbeeld bij het ene merk zijn aangehaakt, maar niet bij het andere. Dus we proberen het wat kleiner te maken. En het is voor mensen, laten we zeggen, tussen de 2 en 3 dagen per week gemiddeld werk voor ze. Maar die tijd claimen we wel. Want we moeten wel kunnen kunnen dat we ook elke keer die output kunnen leveren. Ja. En je zei net, jullie hebben 2 teams met een beetje overlap. Maar waar zit de overlap en waar zit de scheiding tussen die 2 teams? Ja, nou, we zijn eigenlijk van een merk-georiënteerd model naar een flow-georiënteerd model gegaan. Dus acquisitie en retentie als 2 flows voor de grootste merken. En we hebben nog een thuisproduct, zoals zij. Dus eigenlijk geen mobiel product. En andere 3 merken zijn mobiel. Dus dat staat een beetje apart. Samen met Ben. Ben is voor ons staat op een ander platform weer. Dus we moesten keuzes maken. En aldoende puzzelend van wat nou de beste oplossing was, kom je erachter dat elke nadeel heeft zijn voordeel en andersom. Dus er is geen perfect model om je te organiseren. Maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om om acquisitie- en retentiestraten te maken. Waar wel een bepaalde kruisbestuiving in zit. Want je ziet dat bijvoorbeeld bestaande klanten, ja, die herken je eerst niet als bestaand. Dus dan zitten ze automatisch in de acquisitieflow. En op een gegeven moment komen ze herkenbaar in beeld als bestaande klanten. En dan wordt de ervaring toch anders. Dus dat is wel dat is de knieval die we een beetje hebben gemaakt. Maar tot nu toe lijkt dat wel goed te werken. En vooral omdat uiteindelijk willen we niet alleen maar naar, laten we zeggen, webplatform optimalisatie, maar eigenlijk weer meer journey optimalisatie gaan. Dat betekent dat je toch veel meer naar de acquisitiemarketing en, laten we zeggen, retentiemarketing kant gaan. Het voor- en na-stuk. Om die hele journey te kunnen verbeteren. Nou, dat kan alleen maar als je dus acquisitie- en retentieflows hebt, niet op merkbasis. Dat kan wel, maar dat is minder efficiënt georganiseerd. Dus daar kwam het voor ons ook vandaan. Ja, precies. En zeker als bij dit soort merken, als de overlap zo enorm is qua hoe mensen door die flows gaan, dan kun je daar maar beter van gebruik maken en die teams op datzelfde stukje te zetten, dat ze in ieder geval die kennis kunnen toepassen. Ja, en als we 1 ding hebben geleerd, is wat werkt voor nieuwe klanten, is vaak totaal niet gelijk aan wat werkt voor bestaande klanten. Dat is natuurlijk preaching to the choir, denk ik hier, maar je komt daar hardhandig elke keer weer achter als je één en dezelfde interface verandert voor een hele andere doelgroep, dat er zulke wild verschillende resultaten uit kunnen komen. Dus je wil dat ook kunnen scheiden. Hey, ik had het laatst in een podcast met Johnny Longden, hadden we het over het embedden van CRO in Agile. Ja, ik heb hem gehoord. Ik weet niet of je hebt hem gehoord. Ja. En daarin kwam ook naar voren van, ja, weet je, eigenlijk, als je Agile hebt geïmplementeerd en je doet niet aan CRO, of je haalt de gebruiker er niet mee, dan heb je eigenlijk Agile überhaupt niet goed geïmplementeerd. Hoe denk jij daarover? Nee, daar ben ik het absoluut mee eens. En daarom was het de situatie die ik persoonlijk aantrof bij Tele2 in het begin was heel prettig, omdat het development team, dat zeg maar best wel volwassen Agile was, ook gewoon verantwoordelijk was voor de CRO. En dat heb ik eigenlijk, nou, dat is mijn persoonlijke input, dat steeds groter deel van dat team gemaakt. Want dat is een van de belangrijkste aanwijzbare verbeteringen die het Agile Development Team kon ontwikkelen. Is aantoonbare testverbeteringen. En dat is, ik ben het absoluut met hem eens wat dat betreft. Het een gaat niet zonder het ander. Nee, precies. Het is eigenlijk vreemd dat een Agile Development Team niet aan structureel CRO zou doen. Nee, precies. Nou, zijn we daar allemaal over eens. Heel goed. Hey, en ik was ook wel benieuwd. Hoe ik het vaak zie met CRO, is dat CRO een soort van informerend advies geeft aan een product owner. Nou, je hebt ook ervaring in de rol als product owner. Ja. Hoe zie jij dat? Ik vind het doodnormaal als een product owner zegt van ja, nee, dat is leuk dat jullie dat vinden, maar dat gaan we niet doen, want I don't know, we gaan iets anders implementeren of we gaan van platform veranderen. Maar hoe zie jij de rol CRO versus product owner en die verantwoordelijkheden? Ja, het ligt een beetje aan hoe het bedrijf opgezet is. Kijk, in de situatie waar ik nu zit, is het dat de product owner die uiteindelijk de winkel verantwoordelijk is voor de winkel, die doet aan de ene kant wat server-side testen, omdat dat maar vanuit het platform moet komen. Maar aan de andere kant ook het implementeren van winnende testen. Dus dat is het stuk advies dat we doen. Aan de ene kant vragen we een stukje backlog van dat team. Maar aan de andere kant geven we ook aan van dit brengt zoveel op. Dus eigenlijk verwacht dat ergens op een bepaalde hoogte in een backlog komt. Maar dat is als de werelden gescheiden zijn.
Waar we net al heel even over hadden. De meest ideale situatie is dat ze juist niet gescheiden zijn. En dat het een inherent van je operatie is als product owner en agile team. En dan ben je dus... En dat, ik zeg wel eens, bij Tele2 was ik mijn eigen stakeholder. Want ik was zelf verantwoordelijk voor de AB-testen en de CRO. En voor het uitvoeren. En dat is gewoon... we hadden op een gegeven moment... Maar hebben nu een gemiddelde win rate van 30%. Nou, dat is, ik heb het nog nooit zo hoog gezien. Het is zo fijn om die doorstroom te zien. Sitespec biedt wereldwijd een unieke AB-testing, personalisatie en product recommendation oplossing. Sitespec werkt server-side, dus zonder tags of scripts, waardoor er een optimale performance gegarandeerd is. De Sitespec-oplossing elimineert vertraging en kans op knippereffecten. Tevens zorgt deze aanpak ervoor dat de huidige en toekomstige browser security regels zoals ITP en ETP geen impact hebben op het AB-testen en personaliseren met Sitespec. Voor meer informatie hierover ga je naar sitespec.com. Maar dan test je gewoon niet, dan test je allemaal zekerheidjes. Ja, maar wat is zekerheid dan? Dan ben je gewoon niet experimenteel genoeg. Oh, oké, is goed. Ik zal meer rare ideeën testen die zeker niet winnen. Nee, maar dat is, ja. Nou, maar vind je dat echt? Nou ja, ik denk wel dat als jouw winrate te hoog is, dat klinkt inderdaad leuk, maar dan... Ja, dan denk ik echt dat je niet genoeg test. Dan weet ik niet waaraan het ligt. Ik bedoel, ik ken jullie testraad niet. En welke dingen er getest worden. Maar ik denk dat je... Booking zit famously, zeggen ze in ieder geval, natuurlijk op een win rate van 1 op 10. Ik denk ook wel dat als je begint bij een partij... Nou, dan zit je op misschien 1 op 3 of zo. Ja. 1 op 4, 1 op 5, dat het naar beneden gaat. Maar als je dat echt daar een flinke verlossing in krijgt, dan gaat die winrate die gaat vanzelf wel naar beneden. Omdat je steeds meer dingen test. Ja. En wat jij ook zei net in het begin, dat hoe langer je aan het testen bent. Ja, in het begin, als je net een platform live hebt staan, wat nog niet is geoptimaliseerd, ja, dan is die winrate een stuk hoger. Omdat je allemaal dingen gaat implementeren. Ja. Waarvan je eigenlijk al uit het oude platform weet dat het wel bijna zou moeten werken. Ja. Maar ja, als je velocity omhoog gaat, dan gaat je winrate meestal naar beneden. Ja, velocity als in output van het aantal experimenten wat je kan doen, bedoel je? Nou, wat je doet, niet wat je kan doen, wat je doet. Wat je doet, ja. Ook wat je kan doen is ook een beperkende factor. Want hoeveel dingen kan je tegelijk testen op dezelfde pagina, dezelfde feature, dezelfde omgeving? We hebben best wel eens last gehad van interactie-effecten. Dat we eigenlijk best wel problemen hadden met... Hoe zuiver de data eigenlijk nog wel was om goed een winnaar aan te kunnen wijzen. Dat is best wel eens door het ijs heen gezakt. Omdat we te veel tegelijk op dezelfde plek aan het testen waren. Nou, dan kom je op een soort praktisch maximum terecht. Van hoeveel testen je tegelijk kan doen. En er kan niet één op dezelfde plek staan naast een ander. Dan hebben ze gewoon te veel invloed op elkaar. Nou, dat betekent dat je gewoon x als maximum hebt. En daarbinnen kun je wel kijken naar kwaliteit. Nee, daar heb je wel een goed punt inderdaad. Zeker als je wat dieper in de flow gaat natuurlijk. Dan heb je maar beperkte capaciteit om te valideren met een AB-test. En als je die capaciteit bereikt hebt. Ja, dan wil je natuurlijk. Ja, dan kun je niet meer testen. Dus dan wil je winrate gewoon zo hoog mogelijk krijgen. En dan ga je door gebruikersonderzoek te doen. Ervoor zorgen wat je test. Wat je in de AB-test doet, dat het zo goed mogelijk en zo hoog mogelijk kans verslagen heeft. Ja, en dat is wel heel moeilijk te voorspellen. Dat is natuurlijk het gouden ei. Als je kan voorspellen wat de winnaar wordt. Ja, dan hadden we niet ons vakgebied gehad. Nee. Why bother? Ja. Nee, maar ik vind het wel wat we merken. Het gaat twee kanten op. We hebben de luxe dat we met 4 merken binnen dit spectrum zitten. En je kan heel vaak dingen van elkaar lenen. En we hebben gezien, dat is dus de thread waar we verder op gaan zijn, is dat wat bij de ene werkt, werkt niet noodzakelijk bij de andere. Dat zei ik net al. Maar de waarschijnlijkheid is wel hoger. En soms is het ook een andere variant. En ik heb me persoonlijk schuldig aan gemaakt dat ik gewoon heel veel testideeën heb gehad, winnende testideeën van de andere merken. Die niet lang niet altijd werkte, maar soms echt gewoon dat je dacht van ja, dit is ook heel logisch. En dus dat geeft je heel veel voer voor testen. Ja, maar dat is toch niet erg om te doen? Nee, beter goed gejat dan slecht bedacht, zou ik zeggen. Ja, nee, maar dat is en zeker kijk, als er natuurlijk een enorme overlap zit in het type gebruiker en wat die gebruiker zoekt, dan is dat toch een prima hypothese om te zeggen van wat daar heel goed werkt. Wat je zegt, die kans goed. En, maar ik ben wel benieuwd. Voeren jullie dan ook wel eens experimenten gewoon
cross-brand uit? Dat die gewoon één experiment, één hypothese dan op meerdere brands loslaten? Zijn we nu mee bezig, ja. Oké. Okay, ja. Ja, dat is onze nieuwe organisatie, die staat dat wat meer toe. Dat klinkt heftig, staat dat toe, maar die maakt dat mogelijk, moet ik zeggen. Ja, precies. Faciliteert dat. Inderdaad. Nog beter. maar ook niet alleen op bijvoorbeeld eenzelfde test op een acquisitie- en een retentieomgeving tegelijk te doen, maar ook op meerdere merken tegelijk. Maar je kunt je wel afvragen, van, moet je dat nou tegelijk doen, of wil je het juist achter elkaar doen? Want als je verschillende testen tussen merken tegelijkertijd doet, dan kan de ene leren van de ander. Maar als je dezelfde test tegelijkertijd op vier merken doet, ja, en hoeveel capaciteit geef je dan weg eigenlijk? Dus als het helemaal het concept niet blijkt te werken, en het, voor merk A, en je herhaalt het nog eens een keer met de variatie, omdat je echt het gevoel hebt dat daar wel te halen is en het werkt weer niet, dan hoeft merk B en C het misschien niet eens meer te doen. Dus dan bespaar je wel die potentiële misser. Maar dit is wel echt een verschrikkelijke... ik wou niet zeggen moeilijk, maar ik heb daar nog geen goede lijn in kunnen ontdekken. En wanneer dat dan wel is en wanneer dat dan niet. En dat is een van de dingen waar we nu mee bezig zijn, is kunnen we beter gaan voorspellen wanneer iets succesvol wordt of niet. En we zien dat, tests van andere merken zijn meestal een hele goede voorspeller. Bijvoorbeeld wat een heel slechte voorspeller. Nou ja, de minst goede zijn om puur op psychologische ideeën te testen. Dat slaat soms de plank helemaal mis. Dat zat ik wel eens raak. Maar in verhouding tot hertesten is dat slechter. En wat we ook hebben gezien is bijvoorbeeld... we doen altijd wel veel usability onderzoek. En dan komen dingen uit. Dan is het wel N is 1 of 2. Dan denk je, ja, dit is een goed idee. Inderdaad, de user heeft mij helemaal gewezen op wat ik moet gaan testen. En dan werkt soms echt totaal niet. Nou, dat is zo counterintuitive. Om daar een lijn in te gaan ontdekken, dat lijkt me onwijs waardevol. En dat is een van de dingen die we hopen te gaan ontdekken de komende tijd. Nou, je hebt er geen waarheid in, denk ik. Maar misschien wel een richting. Ja, precies. Zit er qua doelgroep, zit er veel overlap tussen die merken? Weet je dat? Nou, de merken positioneren zich totaal anders, ja. Ja, binnen de groep is T-Mobile echt wordt gezien als het premium merk. Tele2 is meer de prijsvechter voor de wat jongere generatie. Dat zie ik altijd wel aan een beetje vreemde reclames. Die ik eigenlijk persoonlijk wel charmant vind, maar een beetje gek. En Ben is toch meer het interessant is dat je bij Ben ziet hier als reclames die erop gericht zijn om juist je telefoon minder te gebruiken. Dus dat is een hele aparte soort duurzaamheidsbewuste doelgroep. En er zitten ook wat verschillen natuurlijk in hoe groot die bedrijven binnen de groep zijn. Maar het zijn hele andere proposities. En dat maakt ook weer, dat is één van de redenen waarom de verschillen tussen de testen zo groot kunnen zijn, denk ik. Ik kan me heel goed voorstellen inderdaad dat wat je net zegt, dat de psychologische principe of de brand positionering dingen van doe ik iets heel goedkoop of zet ik iets juist neer als premium, ja, dat maakt wel een groot verschil. Maar iets als een usability verbetering zal misschien sneller toepasbaar zijn op alle merken. Ja, precies. Dus dat is wat generieker van toepassing inderdaad. Ik vind overigens dat we nog te weinig met de feedback doen. Dat is één waar ik echt nog wel waar we ruimte hebben. Daar heb ik vandaag weer gesprek over met de persoon die daar verantwoordelijk is bij ons. We hebben best veel klantfeedback en ik denk dat we daar in ieder geval bij de helft van de merken gewoon nog echt veel tractie kunnen bereiken. Hey, wat is nu een inzicht dat jij de afgelopen jaren in CRO hebt opgedaan? Misschien in combinatie met de projectmanagement ervaring, die je denkt dat anderen in de CRO misschien niet hebben of nog niet voldoende toepassen? Nou, we hadden het er eigenlijk even over. Wat ik denk is dat CRO's is vaak in organisaties een beetje een eilandje. Of het zijn 1 of 2 of 3 mensen. Maar de slagkracht is vaak heel beperkt. Ik denk dat als je met een kleine setup waarmee je misschien start, je succes kan bewijzen, dat je echt de doorstoot kan maken als je het voor elkaar krijgt om CRO echt als een discipline te organiseren. Met de juiste mensen, met de juiste organisatie, met de juiste manier van werken en samenwerken. En ook, er zijn vaak allerlei verschillende achtergronden van CRO's. Je zei het in het begin al even, hè, je hebt mensen die, sommigen komen uit de marketing, sommigen komen uit development, anderen komen uit psychologie, nou en zo nog een aantal, UX. En iedereen heeft zijn sterke en zijn zwakke kanten. Maar je ziet, we zelden dat ook iemand
ook echt geïnteresseerd is of zo'n discipline echt op kan tuigen als een efficiënte machine. En ik denk dat daar echt veel ruimte voor CRO succes is om te groeien. En vertel, waar gaat het dan vaak mis? Wat moeten we doen? Als toverstafje tevoorschijn halen. Vertel het ons, Rob. Nou, voor deze keer. Nee, er is geen magische recept, denk ik. Maar dit is het. Maar hoe pak jij dat aan? Als je zegt van, nou, stel je gaat morgen bij een nieuw bedrijf beginnen. En je komt dat aan, zeg maar. CRO als een eilandje. Waar zou jij beginnen? Een van de allereerste dingen, wat je wel ziet als je AB-testen doet bijvoorbeeld, of CRO in zijn algemeenheid, is dat je successen boekt. En dat bijvoorbeeld de mensen aan de commerciële kant, waar je mooie succes aan toont, zeggen van, dat zie ik helemaal niet in mijn bottom line. Mensen die gewend zijn, als ik een marketingcampagne doe, dan komt daar iets uit. Of als ik een salescampagne doe, dan komt er iets uit. CRO is vaak veel subtieler. Maar op een gegeven moment moet je kunnen vastleggen, hoe vat ik het succes van CRO, niet alleen in euro's, maar hoe zijn we het erover eens dat dit waarde toevoegt? Hoe berekenen we dat? En als we het daarover eens zijn, okay, dan betekent het dus dat het een waarde genererende machine is. Is dat een soort springplank om je verdere development op te zetten. Je creëert voor jezelf een soort situatie dat de organisatie het gaat inzien, dat het niet alleen maar een leuk ideetje is om dat AB-testen te doen, maar dat er aantoonbare waarden uitkomen, dat die waarde anders in elkaar zit dan marketingcampagnes die gewoon van A tot B leiden, omdat iedereen kan zien in Google dat een UTM tag heeft geleid tot iets. Dat is een heel belangrijke voorwaarde die je moet scheppen. En als je dat hebt, dan kun je een beetje gaan doorstoten om, vaak moet je gewoon wat meer, je moet gewoon tijd en dus ook geld van de organisatie zien los te peuteren om mensen vast aan het werk te krijgen binnen CRO. Dat je ook development capaciteit hebt, dat je ook UX capaciteit kan vastleggen. Niet dat het op basis van ik heb wat tijd over model is, maar okay, echt zoveel tijd per week kunnen we gewoon vast hier aan werken. En dat je het ook demonstreert, dus dat je ook gewoon reviews gaat houden. En dat ook misschien wel breder doet. Nou, je kent die trucjes wel, dat mensen kunnen wedden en inzetten. Heeft deze test gewonnen of deze? En, nou, hilarische momenten, nou, dat zijn natuurlijk een beetje de trucjes. Maar wel om dat ook te delen, wat breder, waardoor het gaat leven in de organisatie. Ja, heel goed. Hey, Rob, onze tijd zit er bijna op. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wie moet op jouw stoel komen zitten in een van de volgende afleveringen? Nou, het is een beetje een persoonlijke samenwerking die ik heel succesvol heb gehad het afgelopen jaar, is met Loef Kleinmeijer van ISM. En wat ik vooral heel erg interessant vond in de samenwerking is dat hij heel sterk zat op het evidence-based testen ideation. En ik denk ook een van de redenen dat wij hoge winrate hebben is omdat we daar best wel veel druk op hebben gelegd. Door niet gewoon leuke ideetjes te testen, maar ook echt te onderzoeken van okay, waarom denken we dat hier waarde zit? Is er bewijs om te denken dat we hier kunnen groeien? Nou, dat vind ik een hele sterke component van hem. Dus, Chris, nou, ik heb Loef van de week nog gesproken. Ik zal met ze vragen naar evidence-based test ID prioritization. Nou, hey, hoppakee. Ding, 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 ding. Ja. En als laatste vraag, Rob, heb je nog een boekentip voor ons? Ja, ik vond het interessante vraag, die stel je altijd, hè? En ik moest even denken van, ja, de CRO-boeken, daar heeft, ja, iedereen die luistert heeft al een aantal CRO-boeken. En ik denk dat de meeste al de review zijn gebaseerd. Eentje waar ik moest denken is dat, is het boek van Mo Godat. Dat was de voorman van Google X. En dat is een beetje dus een technology geïnspireerd boek, maar het gaat niet zozeer over technologie. Het gaat wel over de succes die hij heeft gehad als persoon binnen dat bedrijf. Maar vooral ook de vallen die hij heeft gehad persoonlijk en hoe hij daar weer uit is gekomen. Dus hoe groei je in deze ja, vaak toch wel intense wereld van technology, maar ook van persoonlijke ontwikkeling. En dat was voor mij een heel interessant boek om te kijken. Het is
Volgens mij heet het ook als subtitel een engineer's path to happiness of zoiets. Dus hij probeert een hele... Engineer your path to joy. Nou, daar ga je, inderdaad. Dus een hele exacte benadering van hoe kan ik uitrekenen hoe we succesvol of gelukkig worden. Ik vond het een hele interessante manier van kijken naar de wereld. Helemaal goed. Solve for Happy van Mo Goddard. We zullen daarna linken in de show notes sowieso op bob.com verkrijgbaar. Rob, dankjewel. Ja, ook bedankt. En we spreken al snel weer. Doei, doei. Bye. En dat brengt ons aan het einde van deze aflevering met Rob Harkink van Tele2. En zoals altijd kun je de show notes terugvinden op nl.crocafé. In de volgende aflevering spreek ik met Erik van Houwelingen van Intergamma en Quirijn van der Haven van Mopinion. En we spreken over hoe zij de CRO Award gewonnen hebben voor conversie. De titel daarvan was 3 woorden, 3 miljoen. En ze gaan uitleggen hoe ze dat gewonnen hebben, hoe ze die case gemaakt hebben en hoe Mopinion daarin ondersteund heeft. Spreek je dan en always be optimizing.